heeft een hele grote bont op zijn poten zitten. Ik heb weer wat meer gekocht, maar ik heb echt korte mouwtjes nodig. Okay. Maar dit is niet mooi. Oké. Okay. En zo'n dan blanche type ben jij. Een hele goede morgen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik heb net geprobeerd mijn pukkel weg te werken, maar ik ben heel erg bruin geworden. Dus mijn concealer is veel te wit. Nou hoort hij wel wit te zijn, maar normaal was hij iets dichter bij mijn huidskleur. Dus dan kon ik hem ook even snel pukkeltjes smeren. Dat maakt... Ik ga even sporten. Nul zin. En de boodschappen halen. Ook nul zin. Niet heel veel zin vandaag. Goed, we gaan gewoon meteen op pad. Want anders dan gebeurt helemaal niks. En... dan voel ik me alsnog rot. Want en dan is er niks gebeurd. En dan ben ik alsnog niet tevreden. Dus let. Gaan we die banaan. Ik ben weer thuis van boodschappen doen. Het is nog één theebende. Oh, dit moet ik wel. Dit moet ik wel doen. Maar ik heb even gezien meer. Want ik was heel lang bezig. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom. Maar dat was toch wel. Whisky heeft een hele grote wond op zijn poten zitten. Dus ik wou met hem naar de dierenarts. Of in ieder geval even info winnen bij de dierenarts. Nou, die zei, het lijkt me wel verstandig dat je even langskomt. Maar wij hebben geen plek. Dus nu moet ik rond gaan bellen. Nou, als je iets van mij moet weten, dan hou ik niet heel erg van bellen. En ik vind het dus een beetje lastig. Want hij had het dus eerst aan de andere kant. Daar is het nu weg, dacht ik. Maar daar zit ook nog een wondje zitten. Dus ik weet niet of het een nieuwe wond is, maar het hele vacht is weg. En het is nu een open wond. Dus ja, om hem dan nu naar buiten te laten. Ik vind dat hij er een beetje, zijn vacht er een beetje slecht uitziet. Dus ja, ik weet eventjes niet zo goed wat te doen. Ja, ik ga sowieso komen, maar dan moet ik weer naar een andere dierenarts toe. En daar heb ik dan weer een hekel aan, want ik moet altijd weer... Ja, vind ik gewoon vervelend. Ik had gewoon gehoopt dat ik even snel daar ertussendoor kom. Maar ze kunnen alleen morgen om 10:30. Mijn ouders zijn op de camping. En ja, dus niemand kan morgen met hem naar de dierenarts. Anders moet ik zo even met Tim overleggen wat hij dat misschien toch kan doen. Dat ik dat even kan overleggen met zijn werk. En dan moet ik zo even terugbellen. Ik weet dat ik dat eerst even ga doen. Want dan kunnen we gewoon wel eens eigen dierenarts. Maar ik weet dus niet of ik hem nu eigenlijk binnen moet houden. Tja, als er allemaal vuil in die wond komt. Kom eens, whisky. Kom eens, jongen. Dus ik weet niet zo goed of hij nou door wat hij gegrepen is. Kijk. Je ziet zijn wond zo niet hoor. Maar ik weet niet, ik vind zijn vacht er een beetje slecht uitzien. Dus hij heeft aan die kant een wond. En anders even nu wegklikken. Laat ik het even zien. Maar als je er niet tegen kan, dan nu even een paar seconden je oog weg. Kijk, daar zit het. Het is best wel pittig. Maar ik weet dus niet of ik hem nu naar buiten moet gaan laten of niet. Mijn gevoel zegt, het is niet verstandig. Maar ja, zie je maar binnen te houden met dit weer. Als je straks wil gaan tochten en doen. Ik heb heel veel shitzooi gehaald. Ik heb met Tim afgesproken van we laten hem nog eventjes gaan. Maandag gaan we gewoon even knallen. En dan even proberen het gezond leven te noemen in plaats van dieet. En toch wat minder proberen mezelf te veel ontnemen. Alleen ja, ik moet één ding ontnemen en dat zijn die ijskoffies. Dus ik moet echt die Red Bull gaan drinken. Want ik weet dat het natuurlijk wel handig is om af en toe wat lekkers, maar... Dit is zoveel calorieën en ik kan dit echt heel de dag drinken zonder wat anders te drinken. Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En ik wil gewoon heel veel eiwitten gaan eten, zodat ik het sporten ook wat meer zin heb. Want ik ging eerst gewoon wel weinig eten, maar dan alsnog wel hoog in suikers. Dus dan ga je wel afvallen, maar dan ga je niet spieren aankomen. Daar heb je dus wel die eiwitten bij nodig. Dus daar ga ik een beetje de focus op leggen. Ik ga ook kilo's eieren eten. Dus ik heb heel veel eieren gekocht. Ja. Koel was ook echt weer een zooi. Maar ja, goed.
We gaan nu eventjes dit op een webje. Dat lag in zo'n 30% bak. Dus dat gaan we even op het. Ik moest wat bruins hebben voor Lia, maar ik heb weer wat meer gekocht. Maar ik heb echt korte mouwtjes nodig. Dus voor Noah heb ik dit shirtje. Vond ik heel schattig met dat zakje zo, met dat biertje. Het was een 3-pack. Oh ja. Dus deze nog bij. Die nu een jaar of 9 is. Die. Dat is allemaal voor Noah. En deze. Ook wel heel schattig. En dan had ik deze ook voor Noah. Dat is gewoon een kort broekje. En dan de rest is volgens mij voor Lia. Ja. Gewoon een simpel wit shirt, maar die vond ik wel gewoon schattig met zo'n klein detailtje. Dat ging ik toch altijd wat schattigs hebben. Die was maar 4 euro. En dan vanmorgen is er dus de Haas. Maar ik kon niet echt veel vinden. Ik wou gewoon een bruin jurkje, maar dat was wel weer te veel gevraagd. En ik was natuurlijk weer te laat. Dus nou, er staat een haasje op, is bruin. Een bruin broekje eronder. En ik zag, ze is helemaal gek van Minnie Mouse. Dus dat heb ik nog zo, dat was ook een 3-pack. Mini. Mini. En Mini. Het is wel veel te hysterisch, maar ik weet dat ik haar er blij mee ga maken. En ik ga rijden. Pak mijn whisky. Ja. Kun je ook mama's mobiel vasthouden dan? Pasje op. Ja, doe maar even. Ik ga het wel even vasthouden. Oké. Okay. Zoveel handen. Heb jij zoveel handen? Ik heb maar één. Wat zeg je dan tegen Whisky? Ik ga niet. Ik ga even beginnen. Ik ben ondertussen bij mijn zus, want ik had even de honden uitgelaten. Mijn zus werkt en mijn ouders zijn op de camping. Op de camping. Dus ik heb even de hond uitgelaten. Maar Whisky is een leuk verhaal. Kom maar, wijfie. Hond is bijna stervende. Kom maar. Kom maar. Is ook doof. Maar dat is al vanaf dat ze pup was. Dus... Nog niet de lichtste meer. Ze komt eigenlijk die bank niet meer op. Ga maar lekker liggen, wijfie. Ga maar lekker een kontje naar beneden. Ga maar lekker een kontje naar beneden. Ja, lekker een kontje naar beneden. Ja. Ik ga vragen of die airco even aan moet of niet. Waar ligt dat ding nou neer? Maar Whisky, ja, ze heeft al het haar weggeschoren, zodat je lekker de open wond duidelijk ziet. Oh, daar kan ik ze slecht tegen. En antibiotica, pijnstilling. Maar toen keek ze dus voor controle ook in haar mond. In zijn mond. Vette ontsteking in zijn mond. Dus we moeten een bloedonderzoek doen. En we moeten gebitsreiniging krijgen. Rond de 400, 450 euro's. Gaan we het natuurlijk wel doen, want hij moet daar wel pijn van hebben, zegt ze. Maar het kan dus een soort AIDS-virus zijn wat hij heeft opgelopen. Dus we moeten ook goed kijken of zijn wond wel geneest. Ik snel kijk, kan ik die kat nog verzekeren? Maar hij is al 9, dus dat doet niemand meer. Dus dat is wel echt eventjes pijn in het hart. Ja, ik vind het ook heel vervelend voor hem, maar ik vind het ook vervelend voor ons kosten. Want dit was al 170 euro omdat het spoed was. En we moeten dus eerst nu maar kijken of het dicht gaat. Want anders moet het misschien ook nog dichtgehecht worden. Maar dat bloedonderzoek moeten we wel echt eventjes gaan doen. Maar nu eerst even die wond laten genezen. Ja, dat was zielig. En ik vond zijn huid er al slecht uitzien, maar ik dacht een beetje dat het door stress kwam of zo. Ik weet niet, ik had niet, dit had ik niet verwacht. Maar goed, we gaan terug naar huis. Dit is zo zielig, maar hij mag echt niet naar buiten. Terug. Sorry, schatje. En hij mag echt niet naar buiten, lieve. Nee. Gisteren tegen Lia gezegd dat we de bed konden verplaatsen. Maar... ik moet zeggen, want dat moet ik natuurlijk doen. Oh, heerlijke tocht. Oké, heb ik wel jouw hulp nodig? We willen dus het bed vanaf hier naar... ga eerst even dit opruimen. Daar hebben.
Dat had ik bedacht, maar dat heb ik gisteren tegen Lia gezegd. Maar dan moet het natuurlijk nu gebeuren. Dus we gaan even kijken hoe we hem even neergezet. Maar ik denk dat we hem nu gewoon even zo neerzetten. Want het Barbiehuis moet dan ergens anders ook heen. Dus we zetten... Ja, maar dat doen we morgen wel. Dus we gaan nu alleen even je bed hier neerzetten, ja? En dan doen we hem goed neerzetten, doen we wel even een ander keertje, ja? Afgesproken? Nee! Lia, we gaan je bed nu daar neerzetten. Je luistert niet. Maar de rest gaan we een andere keer verplaatsen. Oeh, je hebt het... Nee, Lia? Ze is zo dankbaar voor onze kind. Als we iets hebben meegegeven, is dat ze dankbaar moet zijn voor wat we doen. Tenminste, dat proberen we oprecht mee te geven, maar... We willen daar niet in. Nee. Waar gaat het poep, Noah? Hoe smelt dit? Hoe smelt het? Ja, dat moet ik in mijn poep doen. Ja, dan doen we het anders. Dan mag jij het verschil. Ik moet haar hoofd wel doen. Ja, nee. Ik sta niet in weg. Wauw! Graag gedaan. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Kan het wel. Nu staat hij dus zo. Dan gaan we morgen even goed zetten. Ja, gaan we morgen even reorganiseren. Dan gaan we een boel verplaatsen. Ja. Goedemorgen, ik ben weer klaar voor werk. Tenminste, klaar nog niet. Ik moet eigenlijk mijn make-up nog doen. Maar ik zat weer te dagdromen. Dus ik neem dit maar even mee. In de hoop dat de rest nog in mijn auto ligt. En... richting werk. Die heeft vandaag weer schooltheater. En de vorige keer kon ik erbij zijn, maar toen had ze geen rolletje. En nu heeft ze dus een rolletje en kan ik er dus niet bij zijn. Mijn mom, Rain, voelt zich heel erg schuldig. Als het goed is gaat Tim regelen dat hij erbij kan zijn. Want mijn ouders zitten op de camping en mijn zus al niet. Dus, ja, het doet een beetje pijn. Ik ga gaan kijken. Ik heb mijn mobiel nog wel bij me. Oké, nou ik ben er weer thuis en we hebben net even lekker hapjes gegeten. Alleen mijn camera lag nog in de auto. Nou zeg Tim, ik heb een verrassing voor je. En ik moet naar Lia de kamer. En ik heb gisteren haar bed verplaatst, dus ik gok dat het daar wat mee te maken heeft. Heel beter zo. Ik denk dat misschien het hele zithoekje weggaat, dat dat uiteindelijk natuurlijk iets van een bureautje wordt. Misschien wil ik het nog iets anders hebben. Want ik vind dit nu te druk. Maar dat bekijken we nog wel eventjes. Wel echt super cute. Zo, dan ga ik onder slapen. Jij hebt net toch je knuffel gepakt van boven? Kom maar eens naar boven. Noah. Zie je wat papa heeft gedaan? Ja. Op je kamer. Zie je het niet, wat je papa heeft gedaan met je kamer? Waar? Kijk achter het bed. Maar die wil niet. Wat is er dan? Ik zei niet aanraken. Wat niet aanraken? Oh, ik dacht dat we moeten gewoon weg, want er is anders worden. Maar wat wil je dan, schat? Net als gisteren zelfde. Dat die schuin staat wil je graag. Oh. Dat was van gisteren. Ja, snap ik. Maar vind je het voor de rest wel mooi? Papa. Maar dit is niet mooi. Oké, we gaan het even... Ik wil het een schaam hebben. Dank voor dank. Flux ingedaan. Nog geen ijs in bed. Wauw. Mama. Hij moest dus zo staan. Dus dat hebben we nu even gedaan. Ja, dan past dat nachtkastje daar niet meer. Maar goed. Hij is in ieder geval tevreden.
Maar ik denk toch dat dat anders gaat worden. Maar goed, dat moet ook. Nou, mevrouw. Ik ga wel even mijn boekenpret pakken. Daar zit nog een boek in. Ja, maar wat gaan we nu even zeggen? Want... Dankjewel. Oké, graag gedaan. Van beneden. Ja, hoe laat is het dan, schatje? Is het al bedtijd? Maar je gaat al bij mama slapen of ga je in je eigen bed? Ik ga even mijn boek pakken. Daar zit nog een boek in. Oké. Okay. Ik vind het zo zielig, want hij mag nu naar buiten. Maar ik zie wel dat hij bijna dicht is, de wond. Dus dan kan hij straks wel weer naar buiten. We moeten hem nu gewoon nog eventjes een dagje binnen houden. Ik ga even door. Ik heb het niet tegen jou. Maar dan staat nou ook die deur daar schoon te maken. Het is nog wel lulliger voor hem. Ik ga even een beetje de keuken opruimen. Ik ga vanavond uit met Rebecca. Er is hier altijd een feest in de stad. Nee. Nee. Het heet Jordaan in de polder. En het is nooit echt per se iets geweest waar ik heen wou. Maar we zijn er ook nog nooit geweest en iedereen ging er altijd heen. Dus we gaan er gewoon een keertje heen. Misschien is het hartstikke leuk, maar ik weet niet of Nederlandstalig nou helemaal mijn ding is. Gelukkig komen Suzanne en Freek niet. Dus daar heb ik wel zin in. Maar ik ga nu eens even een paar uurtjes met de dochters doorbrengen. Totdat Tim wakker wordt. Het is natuurlijk morgen vaderdag, maar dat is dan mijn uitslaapdag. Dus ik denk dat ik... over een half uurtje even aan het ontbijt ga beginnen. En dat ik even zorg dat Lia dat even op bed brengt. Dan heeft ze het even. Een dag eerder. En morgen gaan we dan ook, als het goed is, uit eten. Dan passen mijn ouders even op, zodat wij even met z'n tweeën uit eten kunnen. Dan hoor ik het commentaar weer van, ja, maar het is vaderdag. Je moet wel met je kinderen doen. Ik bedoel, vaak niks. Vaak genoeg wat met de kinderen. En we hebben even tijd samen nodig. Even één op één tijd met z'n tweetjes. Nou, ze vaderdag ontbijt. En koffie. Oh god. Nou, ik wil hem niet horen hoor. Hey, goedemorgen. Ik ben vandaag vrij van school. Vandaag. Ik was zo verzand van de school, vond ik echt heel leuk. Ik vond het helemaal van mijn vader fantastisch was met film. Papa, kijk nou. Dat was zo leuk. Dat was leuk. Dat was zo gezant. Dat was zo mooi. Dat was zo mooi. Ja, dat is even shocking. De meid kan er ook normaal uitzien. Ik ga vanavond natuurlijk op pad met Rebecca. Dus ik heb me vast klaargemaakt. Alleen het is nog maar 3:10. Maar goed, beter te vroeg dan te laat. Vind ik de tijd langzaam gaan. Ik heb alleen de camera er bijna niet bij gepakt. Maar dat komt ook omdat ik ging sporten. Toen was ik hem vergeten. Drinken. En toen ging ik meteen door naar mijn zus. Tenminste, Tim was er al. Om foto's met Jara te maken. Ja, en ik was dus tussendoor niet thuis geweest, dus vandaar. En nu, ik heb niet zoveel te laten zien. Ik hoop vanavond. Even naar de IKEA. Hopelijk staat daar de airco vol te loeien.
En vanavond gaan wij met z'n tweeën lekker uit eten. En waar je toe is een verrassing. Is een verrassing. We zijn niet voorspelbaar. Maar als je langer kijkt, dan denk je nu aan iets. En dat is het niet. Precies. Hallo. Dit is allemaal van vroeger. Van vroeger? Zoals het ooit was, hè? Nee, is dit Duitse toilet? Nee, dat is geen echt toilet, schat. Moet je even wachten tot we bij het restaurant zijn. Dat is geen echt toilet. We hebben weer het jaarlijkse uitje bij IKEA. Ik moet even een paar haken hebben. En ik wil even nieuwe vorken hebben voor die meiden. En ik denk dus dat ik even wil kijken voor iets van zo'n speelteentje. Misschien voor op Noah. Noah. Ja, dan moeten we terug naar het begin. Moet je even met papa mee? Kom. Kom zo weer terug. Ja. Is goed. We zijn weer een paar uur verder. Als je ziet hoe vaak ik zo begin met mijn vlog en mijn edit. Zie je. Ik knip er altijd uit. We zijn aangekomen in Harderwijk. Mijn ouders die passen op de kinders. En wij gaan dus lekker eten. Jullie zien straks. Want dat hadden we nog niet gezegd. Toch? Nee. Maar, nee. Je ziet wel waar we gaan eten. We doen echt alsof wij iets super bijzonders gaan eten. Ik heb helemaal last van mijn keel van gisteren, van het zingen. We hebben er nog een speciaal koetje voor vandaag. Kijk, dit ligt op tafel. Wacht, zo. Ja, kijk nog wat erin zit. Ik heb geen idee. Toch niet? Nou. Lekker eten. Post een leuke vaderdag vanuit het zusje en maak kans op een lekker bierpakket. Nou. Doe we dat even. Het is airco. Goeie airco. We wouden buiten gaan zitten, maar toen liepen we naar beneden dacht ik, oké, het is heel lekker. Ja. Het is pastrami. Ik zie het altijd. Ik heb het nog nooit op. Ik denk, ik probeer het maar. Maar ja, nee. Oh, ja, ik ben nog niet scherp. Ja. En ik een simpel, ja. Lekker tomatensoepje. Saai. En zo'n dan blanche type ben jij. Onder de gordel. Eetsmaak. Truffel, 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 saus. Dat is ook truffel, hoor. Ja. Hapje voor mij. Ja. Ik kwam voor tot de helft deze. Nee, dat gaan we met mijn hapje eten. Wel een beetje met de risotto, hoor. Op mijn hoofd. Vol verwachting voor de oot zeker. Dat is goed heet. Is lekker, hè? Wel zout. Boven overal. Maar nu is het zo. Ik hou zo van die zout. Ja, dik worden. Only here voor de toetjes. Twee mars. En over de extra. Eet vaak door. Dit is zo lekker. Dat is bestonje en dit is een mislukte appelcake. Dit is ook zo lekker.